De voetwassing en het laatste avondmaal Een gedeelte uit de jeugdbijbel van Nita Abeste Op donderdagmorgen riep Jezus de twaalf discipelen bij zich en zei tot hen Dit is Gods herinneringsdag en wij zullen het paasavondmaal geheel alleen gebruiken. En toen zei Hij tot Petrus, Jacobus en Johannes Ga nu naar Jeruzalem en bereid daar het paasmaal. En de discipelen zeiden: Waarheen moeten wij gaan om de plaats te vinden waar wij dit feest mogen bereiden? En Jezus zei: Ga naar de fonteinpoort, en daar zullen jullie een man zien die een kruik in zijn hand draagt. Spreek tot hem en zeg: Dit is de eerste dag van de ongedezende broden. De Heer wenst dat u de feestzaal voor hem gereed houdt, waar hij zijn laatste paasfeest zal kunnen vieren. Wees niet bevreesd om te spreken. De man die u zult zien is Nicodemus, een leider van de Joden en toch een man van God. En de discipelen gingen en vonden de man, zoals Jezus gezegd had. En Nicodemus haastte zich naar huis. De feestzaal, een opperzaal, werd vrijgehouden, en het avondmaal werd bereid. In de namiddag gingen de Heer en zijn discipelen naar Jeruzalem. En vonden de feestmaaltijd toebereid. En toen het uur gekomen was dat het feest zou gaan beginnen, begonnen de twaalf onder elkaar te reden wisten, omdat ieder van hen erop uit was om voor zichzelf de meest geëerde plaats uit te zoeken. En Jezus zei: Mijn vrienden, willen jullie nog vechten voor jullie zelf, juist nu? nu de schaduwen van deze nacht van de duisternis reeds naderbij komen? Er zijn op het hemelse feest geen ereplaatsen, behalve voor hem, die nederig de laagste zetel neemt. En toen stond de Heer op en nam een bekken vol water en een handdoek, en zich neerbukkende, waste Hij de voeten van de twaalf en droogde ze met de handdoek. Hij ademde over deze en zei, Mogen deze voeten eeuwig op de wegen van de gerechtigheid wandelen. Hij kwam bij Petrus en was van plan zijn voeten te wassen. En Petrus zei, Heer, wilt u mijn voeten wassen? En Jezus zei, Je begrijpt nu nog niet de bedoeling van hetgeen ik doe, maar eens zul je het begrijpen. En Petrus zei, Mijn meester, neem. U zult niet bukken om mijn voeten te wassen. En Jezus zei: Mijn vriend, indien ik jouw voeten niet was, heb je geen deel aan mij. En Petrus zei: Dan, o mijn Heer, was mijn beide voeten, mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tot hem: Wie gebaat heeft, hoeft alleen de voeten te wassen. De voeten zijn ware symbolen van de mens. En hij die rein wil zijn, moet zijn bewust zijn elke dag goed wassen in de stroom van levend water. En toen zette Jezus zich met zijn discipelen aan tafel en zei: hoor de les van dit uur. Jullie noemen mij meester, dat ben ik. Als ik dan uw heer en meester kniel en jullie voeten was. Moeten jullie dan niet elkaars voeten wassen en daardoor jullie bereidheid om te dienen te tonen? Jullie weten deze dingen, en als jullie ze nu doen, zijn jullie driemaal gezegend. En toen zei hij, dit is een uur waarvoor ik de naam van God met mijn gehele hart prijs. Want met mijn gehele wezen heb ik gewenst deze feestmaaltijd met jullie te gebruiken, voordat ik door de sluier heen zal gaan. Want ik zal dit niet meer doen totdat ik op nieuwe wijze met jullie zal eten in het koninkrijk van onze Vader God. En toen zongen zij de lofzang, die de Joden altijd voor de aanvang van het feest zingen. Jezus en de discipelen namen aan tafel plaats. Ook Judas was erbij. En terwijl zij aten. Keek Jezus de kring rond en sprak ernstig. Voorwaar, ik zeg jullie, dat een van jullie mij verraden zal. Verschrikt keken ze elkaar aan. En ieder voor zich vroeg angstig, Heer, ik toch niet? Want zij kenden hun eigen zwakheden. En plotseling waren zij bang dat zij misschien onbewust iets gedaan of gezegd hadden, dat voor de meester gevaarlijk zou kunnen zijn. Jezus antwoordde niet dadelijk. Maar toen even later Judas zijn hand uitstak om nog wat voedsel op te nemen, doopte ook Jezus zijn hand in de schotel en sprak, Wie zijn hand met mij in de schotel doopt, die zal mij verraden. Dit moet wel zo geschieden met de zoon van de mensen. Wee de mens die mij verraden zal. Het zou beter voor hem geweest zijn als hij nooit geboren was. Toen pas ging er een licht op in het hart van Judas. Zou de meester dan toch niet tot koning worden uitgeroepen? Zou hij, Judas, dan toch juist de ondergang van de meester hebben bewerkt? In plaats van de glorie, zoals hij zo vurig gehoopt had? En bevend vroeg hij. Ik toch niet, meester? Maar ernstig rustte Jezus blik op hem terwijl hij antwoordde: Je hebt het gezegd. Toen nam Jezus een brood van de schaal en brak het in stukken. Liefdevol en met grote ernst sprak hij er een dankgebed over uit. Daarna gaf hij iedere apostel een stuk. Zij aten allen met grote eerbied, terwijl Jezus sprak: Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Daarop vulde hij de beker met het sap van de druiven, dankte opnieuw de Vader in de hemel voor dit heilige moment en reikte de beker aan de apostel die naast hem zat en sprak: Drink allen hieruit, want dit is mijn bloed, dat voor velen vergoten zal worden. Tot vergeving van zonden. Zie, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, voor ik haar in het koninkrijk van mijn vader opnieuw zal drinken. Toen dronken allen met grote eerbied uit de beker. Dit was een groots en plechtig moment voor de apostelen, want wat in de heilige taal het brood en de wijn wordt genoemd, zijn in werkelijkheid de zuivere eters uit het koninkrijk van God waardoor zij tot in hun bloed met de kracht van dat koninkrijk werden verbonden. Hiermee schonk Jezus hun ten slotte alle grote en heerlijke mogelijkheden om zijn heilig voorbeeld te volgen en de symbolische kruisgang te gaan. Door die kracht zou alles in hen wat waardelijk, zuiver en rij was, worden versterkt en vergroot. Maar ook zal alles wat nog onzuiver en onwaar in hen was in het licht worden gebracht, zodat zij het konden herkennen en er afstand van konden doen. Daarom kunnen wij wel begrijpen dat Judas dadelijk na deze maaltijd de opperzaal verliet, volkomen verslagen en wanhopig, omdat ook hij plotseling klaar en helder voor zich zag wat hij had gedaan. Met zijn belofte aan de priesters en de geleerden. Een belofte die hij niet meer kon herroepen, omdat alles al afgesproken was. En Jezus zei: Wat je doen wil, doe dat snel. De overige apostelen bleven nog enige tijd met Jezus, hoewel zij allen nu wel heel duidelijk inzagen dat het einde van Jezus' gang op aarde spoedig daar was. Jezus zei dan ook tegen hen dat hij nog maar een korte tijd bij hen kon blijven. En hij vroeg hun elkaar toch voortdurend zeer lief te hebben, elkaar te helpen en te steunen, en vooral eensgezind te zijn. Want dat is de enige manier om sterk te staan tegenover het boze in de wereld. Daarom moesten de apostelen ook trachten een voorbeeld voor alle mensen te zijn. Door hun onafgebroken liefde voor elkaar zou iedereen weten dat zij discipelen, volgelingen van Jezus de Heer waren. En men zou tot hen komen om over Zijn liefde leer te horen. Ook zei Hij tot zijn vrienden dat zij nu nog niet konden volgen naar de plaats waarin Hij ging. Met die plaats bedoelde Jezus het Koninkrijk van God. Maar dat begrepen zij niet allen. Vandaar dat Petrus vroeg. Heer, waar gaat u dan heen? Waar ik heen ga, kun je nog niet volgen. Maar later zul je er komen, antwoordde Jezus. Maar Petrus was nog niet tevreden en vroeg opnieuw. Heer, waarom kan ik u nu dan nog niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten. En Jezus antwoordde, Je leven voor mij inzetten. Voor waar ik zeg je. Voordat de haan in de morgen gekraaid heeft, zul je mij driemaal verlogend hebben. Nee, dat kon Petrus zich beslist niet voorstellen. Hij durfde de meester niet tegen te spreken, maar hij voelde zich zo moedig en tot alles in staat dat hij Jezus' woorden op dat moment beslist onmogelijk vond. Intussen sprak Jezus rustig verder over de plaats waarin hij ging en hij zei. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga nu heen om allen een plaats te bereiden. Maar luister, als alles voor u gereed is, kom ik weer en neem jullie met mij mee. Dan mogen jullie zijn waar ook ik ben. Zo met elkaar sprekend en elkaar luisterend, bleven zij nog lange tijd samen. Eindelijk stonden ze op en zongen gezamenlijk een lofzang. Jo Jezus nodigde hen uit met hem mee te gaan naar buiten. Dit samen zijn zouden zij nooit weer vergeten. Het was een heilige avond geweest.